Hij mocht, het was vermoedens. Politie, stop met twee man. Zie, ik was precies een misdadiger. Welkom bij Onderweg met Fleur. Ik neem jullie graag mee op mijn reisavonturen. Mijn afwasje gedaan. Ik zie mijn handdoekjes hangen te drogen over het bankje. Een grote vuilbak erbij. Tafel, bankjes. Een bos. Een klein bos. Goedemorgen. Het zonnetje schijnt. Zeg, kijk eens aan. Ik ben gisteren aangekomen in Norrköping. Van de boot heb ik nog 250 kilometer gereden. En dit is mijn vaste plek waar ik altijd overnacht als ik naar België ga. En van hieruit ga ik dan strakjes, ja ik denk in de late middag, ga ik verder rijden. Er is niet zoveel te zien hier. De geocaches die hier liggen, die heb ik allemaal al gedaan. Tijdens een vorige bezoek, dus er is niks niet meer om te zoeken nu. En ja, ik kan nu wat genieten van het zonnetje, van het schoon weer. En dan in de late namiddag dan rijd ik verder. Ik denk ook nog zoiets van een 200 kilometer naar mijn volgende overnachtingsplek. Gereden. Wat ik al een stukje. 3 uur denk ik. En ik heb nog 3 uur te gaan vandaag. Het is dus echt wel een rijdag. Ik zit nog in Zweden. Ik sta hier op een parking waar veel campers staan. Ja, ik zal dat ze bit even laten zien. Ik kan ze bit naar buiten. Ik heb hier getankt. En er is een. Goh, hoe noemt dat ding? Elk shop. Allee, dat is. Ja. Een elk, joh, dat is zo eiland, elk park, elk shop. Sweden shop. Ik kon eens even zo mijn benen strekken. Ik kon eens een keer zien wat dat is. En ja, kon ik even ook iets eten. Het is middag ondertussen. En dan daarna is het verder de brug over. Ik kan de brug overrijden. En dan naar mijn vaste plek in Denemarken. En daar ga ik 2 nachtjes staan.
just in de winkel. Een plezante winkel, maar een heel gevaarlijke winkel. Want ja, ze hebben er allemaal van die leuke hebben dingetjes. En ik heb één dingetje gekocht voor 79 Zweedse kronen. En ik ben ondertussen bij de camper, dus ja, ik kom naar binnen, want het is beginnen te regenen. En ja, er straks schijnt de zon. En het was zelfs warm en nu is het koud en het regent. Ja, ik moet even naar beneden kijken, want hier zijn grote plassen. En dat ik over de plassen stap. Nu moet ik nog ergens mijn sleutel uit mijn zak vandaan toveren. Ik zit met één hand. Ja, hier. Sleutels. Kan ik binnen, hè. Los en voilà. Binnen in Fleurke. Zo. Hier. Zo, voilà. En dan zal ik eens een keer laten zien wat ik gekocht heb, hè. Oh, die is nat. Ik kan hem toch even in de badkamer hangen dan, denk ik. Zo. En hij is laten zien wat ik gekocht heb. Hè. Mijn rekening. Yo. Ja. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is 79 Zweedse kronen. En ik kreeg eens een schoon papieren zakje. Tadaa! Een hebbedingetje. Zo noemen we dat, een hebbedingetje. Kijk. Dat is zo'n een rendier. Het is op zonne-energie, dus er zit zo'n klein zonnecelletje. En dat is tot dan van een dieet te doen. Zo. Dat is voor van voor in de camper te zitten. Ik heb dat wel eens bij anderen gezien, maar dat was echt geen rendier. Dat was dan zoiets van, ja, een Spaans danseresken of zoiets. En dat stond er dan ook zo van een dieet te doen. Probeer hem open te krijgen. Ah, zo dat hem open zit, kijk. Zo, die zit hier nog in. Ja, kijk, dat is hem. En het is dan, oh, zo stond hij dan, zit, kijk, wacht. Zo. Maar ja, dan moet er de zon wel schijnen, hè. Is dat niet plezant? Ja, waarschijnlijk komt er toch... Ja, is dat niet alleen op zon, maar echt als het goed licht is. Want ik heb een heel groot dakraam hier. Ja, en dan zit hem helemaal te bewegen. Dus in dat licht, dat schijnt echt op dat... Als ik dat celletje dan ga afdekken, zou je stilvallen. Testing, testing. Hij valt niet stil. Ja, hij gaat toch wel trager, hè. Ja, hij valt stil. Kijk. Mijn vinger eraf. Ja, en hij begint te bewegen. Oh, dat is plezant. Oké. Goed, ik kon hier van voor zitten. En kon ik nog een koffietje drinken. En dan hang ik nog 3 rukjes er tegenaan gooien. En ja, dan ben ik waar dat ik moet zijn vandaag. Thank you.
proberen zonder microfoontje. Maar anders moet ik dat weer gaan uitzoeken van hoe dat werkt. En het heeft nog nooit gewerkt, maar ja, het is zo dat externe microfoontje. Ik zou toch eens moeten proberen. Want er is veel wind hier. Gomer, ik ben aangekomen op mijn volgende plek. Ik ben in Denemarken. Ik heb over de brug gereden. En ik heb mogen blazen. Alleen mogen, het was van moeders. Ik rijd door die slagboom voor de brug op te rijden. Ja, en daar stonden ze. Politie, stoppen met 2 man. Zie, ik was precies een misdadiger. En die begon in het Engels tegen mij. Alcoholcontrole. Oké, hè. Allee, mocht in het zakje blazen. En ging hij dat erna zo bekijken. Dacht van, allee mannetjes. Goed. Het is in orde, je mocht doorrijden. Oké. Goed, dat had ik weer, hè. Maar goed, dan heb ik nog een stukje gereden. En dit is ook mijn vaste plek waar ik elke keer een overnachting doe. Ik weet niet of ik het al eerder heb gezegd, ik ga hier nu 2 nachtjes blijven staan. Maar mannetjes, die camperplaats, ja, die is gratis, met gratis elektriciteit. Verder is, ja, een vuilbak is daar, maar verder niks, maar gratis. Toen ik hier vroeger kwam, dan spreek ik over x aantal jaren geleden. Ik sta hier alleen soms. En nu? Er zijn 6... even denken ze. 6 plaatsen zijn er. Dus met de elektriciteit. Dus 6 officiële camperplaatsen. Dat is allemaal volzet. En dan stonden ze daarnaast. Stonden ze dan ook nog. Ja, ik stond er dan ook daarnaast. Het is een gewone parking waar ze een deel camperplaatsen hebben opgemaakt. De ligging is gunstig, het is niet ver van de snelweg. En toch ver genoeg dat je daar geen last van hebt. Dicht bij winkels, het is in een dorpje, er is een overdekt zwembad. Het is een leuke plek. Ik doe die plek aan. Ik sta hier 1 of 2 nachten. En nu is het druk. Maar goed, ik heb ik heb geen elektriciteit nodig. Het geeft toch aan dat er veel meer campers zijn dan voor de pandemie zijn, hè? Amai. En je ziet, het is koud geworden, alleen koud. Er is koude wind. En op het moment, de zon is er, maar ze zit op het moment achter de wolken. En de wind maakt het echt koud. En wat ik nu ga doen, ik ga een beetje avond houden. Ik ga een beetje eten maken. Mijn planning voor morgen is bekijken. Ik ben van plan om het fietsje te pakken en het dorpje in te rijden. Ik weet dat daar ook nog een Aldi zit. Daar wil ik dan ook nog eens even langs voor wat boodschapjes te doen, want mijn ijskast is leeg aan het geraken. Dus dat is allemaal voor morgen. En dan als ik door het dorp ga, amai, zie mijn haar waaien, zeg. Oké, sorry. Dan ga ik jullie meenemen, hè. Ga ik proberen dat allemaal schoon weer te geven in de rest van mijn vlog.
ringste. En ja, Ringste is een kleine stad, een groot dorp of een kleine stad. Ik heb juist een fietstochtje gemaakt en het valt mij op dat een deel van de stad is heel druk, heel veel auto's en zo, en een ander deel is echt heel rustig. Dus ook waar dat de camperplaats is, dat is heel rustig, dat is hier. En je ziet dat ook, ik sta hier op een bruggetje en hier is een vijver. Dat bruggetje loopt over die vijver. En ik hoor hier de vogeltjes fluiten. Oh, er rijden ook wel wat auto's daar op de straat, maar dat is niks meer in vergelijking de andere kant van de, ja, de kleine stad of het grote dorp, hoe dat je het ook noemen wilt. En ja, alles verandert altijd, hè. Toen ik de boot moest nemen naar, van Finland naar Zweden, dat was er ook allemaal al veranderd in de haven. Ze hadden ook een nieuwe boot, alleen een heel nieuwe vloot. En nu hier, het is veranderd, maar niet ten goede. Hè? Ik denk dat ik het al eerder had gezegd dat hier een Aldi is en dat ik daar mijn boodschapjes ga doen. Nou, die Aldi die is. Fuji, dat is een Rema nu. Ik dacht, ja, ik stond er met mijn vloeken voor wat boodschapjes te doen. En ja, ik dacht, een Rema. Goed, oké. Ik had het toch nodig, hè. Maar amai, dan dacht ik dat we weinig keus hadden in Finland, maar hier is nog minder keus. Echt? Ja. Melk heb ik al niet gevonden. Ik wou yoghurt. Ja, ze hadden alleen zo'n drinkyoghurt van die grote bussen. Ik heb dan maar zo'n bus gekocht. Wat heb ik nog gekocht? Een blok kaas. Wat gemengde salade. Ik heb nog van allemaal dingetjes wel in mijn ijskast liggen. Zo'n beetje zalm. Een halve komkommer, een tomatje voor onder die salade doen. Ik heb dan wat mayonaise gekocht ook, want die was ook op. En ja, dat is het. Want ja, ja, echt triest. Triest. Nee, dat is er niet op vooruit gegaan. Integendeel. Maar niet morgen, maar overmorgen ben ik in Duitsland. En daar is een Aldi, waar ik ja, ook weer mijn vaste plek heb, waar ik altijd sta. Niet altijd overnachten soms, maar ik doe er toch altijd een stopje. En er zijn dan verschillende winkels en er is een Aldi en er is een goeie bakker. Dus en die is er al jaren, dus ik vermoed dat die er nog wel zal zijn. Dus en dat is mijn heel grote parking aan, dus dan kan ik ook veel meer boodschappen halen. En dat ik toch zeker al voor een hele week teruggesteld zijn. Goed, dat gezegd zijnde. Wat nog meer? Eigenlijk niet zoveel, niet meer. Hè. Maar ja, ik zal ik maar ineens de video dan hier afsluiten. Hè. En ja, dan morgen verder richting Duitsland. Dan ga ik ook met het veerbootje over de Elbe. Want ik ga dus de monsterfiles in Bremen en Hamburg vermijden. Ik krijg zelfs totaal niks uit de snelweg door Duitsland. Allemaal binnen doorwegjes. Maar dat is voor overmorgen. Morgen rijden tot aan de Elbe en dan de Elbe overzetten en op de eerste parking slapen. En dan verder. Allee, bedankt voor het kijken. Salutjes en tot in de volgende vlog.